Welkom, lieve single leeuwen. We gaan kijken wat vandaag de meest belangrijke berichten zijn voor jullie. Met deze zielenreizen tarot. Dat is dus een Duits deck. Prachtig deck van Julia Aurelia. Wat mogen wij weten? Wat zijn de meest belangrijke berichten voor onze lieve single leeuwen? Kan van alles zijn, hoeft niet per se de liefde te zijn. De twee van zwaarden, de ridder van munten, de koning van staven, de koningin van zwaarden, de zonkaart, de zes van munten, de hermiet, de zeven van staven, de drie van zwaarden en de sterkaart. Iemand komt naar je toe voor een verzoening. Die wil het iets rechtzetten. Die wil weer jouw medewerking hebben. Ik denk dat dat veel emotioneel met je doet. Want je ziet hier al die golven. Jij wil deze persoon niet in je leven. Je hebt deze persoon afgesloten. Het kan ook zijn dat je deze persoon al hebt uitgezuiverd. Dat je er een punt achter hebt gezet. Voor sommigen heb je zelfs dat je deze persoon probeert te ontwijken. Te ontwijken omdat je merkt van mijn leven is veel beter zonder die persoon. Ik heb mijn rust terug. Ik heb mijn gemoedsrust terug. Ik kan nu op mijn gemak mijn leven verder uitstippelen. En je voelt ook dat je meer in je kracht staat. Je voelt je energiek. En je bent ook op zielsniveau en op hartniveau voel jij die overtuiging. Dat je blij bent en dat je er goed aan hebt gedaan om deze persoon te mijden of uiteindelijk te breken met deze persoon. Ik denk als deze persoon terug gaat komen voor een verzoeningspoging, dat jij daar een hard hoofd in hebt, dat je alles gaat doen of proberen te doen. In eerste instantie om hen te ontwijken of te omzeilen. Maar aan de andere kant heb ik ook het gevoel van dat je zoiets hebt van, ik ga heel duidelijk maken door koud afstandelijk te zijn, maar vooral door heel duidelijk te communiceren van dat je dit niet wenst. Jij hebt heel duidelijk een andere route voor ogen. Jij weet wat geluk is. En dat is niet met deze persoon. Deze persoon heeft jou altijd tekort gedaan. Heeft altijd aan zichzelf gedacht. Energetisch van jou gestolen. Maar ook op allerlei ander vlak heel veel van jou afgenomen, afgetroggeld, hoor ik. En door jezelf af te sluiten, door te mediteren of in gebed te gaan, heb jij heel duidelijk doorgekregen dat je dit los moet laten. Dit is ook net een volle maan. Los moet laten. En dat heb jij dus ook gedaan. Maar je merkt dus dat deze persoon nu eens zo hard terugkomt, omdat ze je niet willen laten gaan. En ze willen je weerstand bieden. Ze willen niet dat jij zonder hen verder gaat, een succesvolle, liefdevolle relatie aangaat of succesvol worden. Of in ieder geval gaat slagen in het leven, omdat je nu voor jezelf opkomt, omdat je nu weet wat je waard bent. Je zit vol passie en vuur. En ik denk dat ook al willen ze jou nog tegenhouden, dat met de grootste wil van de wereld niet meer zal lukken. Deze persoon wil niet jou gelukkig zien. Wil niet dat jij gelukkig wordt met een andere partner, zoals ik al zei. Of
in zijn algemeenheid gelukkig worden met een succesvolle zaak of waar je dan ook in gaat gloreren. En gaan dus blijven proberen daar een stokje voor te steken. Wat mogen we weten over deze persoon? Nou ja, iemand die zeer waarschijnlijk sterke narcistische trekjes heeft. Wat mogen we nog meer weten over deze persoon? Deze persoon heeft zelf gebrek, voelt tekorten, zijn zelf helemaal niet gelukkig. En willen daarom ook niet dat jij gelukkig wordt. Deze persoon kan goed zijn dat dit jouw tweelingvlam is. Maar deze persoon heeft zijn of haar werk niet gedaan. Toch komen ze naar je toe en willen jou dus onder valse voorwenselen iets aanbieden. Het kan zijn samenwonen, een huwelijk, een relatie. Maar ik denk dat jij daar niet intrapt. Hè, met die zwarte kat, jij krijgt intuïtief door van blijf in je kracht staan. Dit is het niet waard. Jij kent nu je eigen liefde, je ware zelfliefde. Met die groene broek, dat is de hartchakra kleur. En jij staat jouw mannetje tegenover deze persoon. Deze persoon zal daardoor nog dieper gaan. Dus als ze in eerste instantie al bijvoorbeeld gouden bergen beloofde, beloven ze nu van alles. Ze gaan echt naar de mond praten, zodat je alsnog overstag gaat. Maar jij bent vastberaden, jij bent hiervan weggelopen en jij ziet ook totaal geen weg terug. Jij hebt al zoveel geleerd van deze situatie, dat jij heel goed weet dat wat ze je ook aanbieden, dat dat minderwaardig is en dat dat nergens, hoe zeg je dat, dat het geen waarde voor je heeft. Want het is loos, het is leeg, het is hol, het is niet, het heeft geen waarde voor je. Ik denk zelfs ook dat je helemaal de aantrekkingskracht en de liefde die je ooit bezat, dat je die niet meer voelt voor deze persoon. Met de... Ze gaan jou proberen emotioneel in te palmen. Dus die komen met een zielig verhaal. Of gaan in ieder geval op die emoties proberen te manipuleren. Alleen dat lukt niet meer, wat ik net zeg. Omdat jij die aantrekkingskracht en die liefde niet meer voelt. Je hebt nu die ware liefde in jezelf leren kennen. Dus je weet wat je waard bent. Met die grote diamant hierachter. En je gaat niet voor schildknapen of voor leugens. Je laat je niet weer bedotten. En je gaat snel vooruit zonder deze persoon. Je neemt hiervan afscheid en je gaat keihard vooruit. En je laat deze persoon met een 9 van zwaarden achter. Deze persoon zal slecht slapen. Maar goed, ze hebben alle mogelijkheid, alle kansen gehad, steeds weer jouw pijn, verdriet gedaan. En genoeg is genoeg. Dankjewel voor het kijken, veel sterkte ermee. Namaste.